Hoi, ik ben Bob. Ik ben Matthijs. Je kent me misschien van Lego Masters seizoen 3. We gaan eens kijken naar de nieuwe Friends line slaapkamers. Met deze nieuwe generatie van Lego Friends sets zie je echt dat Lego weer een stap verder is gegaan. Het ziet er gewoon allemaal weer super gelikt en up-to-date uit. Zit boordevol met details. Echt een goede manier om de karakters te leren kennen. Ik stel voor dat we beginnen met de slaapkamer van Nova. Lian, zo te zien, is zij fan van schilderen. Lian heeft de meest creatieve kamer. En bij haar op bezoek is Autumn schilderij. Een kwast. Ik zie ook een bed wat naar beneden geklapt kan worden. Nova's kamer is ook echt te gek. Wat ik sowieso leuk vind is de introductie van haar goede vriend Zack, een jongen. Die hebben we nog niet eerder gezien in Heart Lake. Ze heeft een heel schattig hondje, Pickle. Die heeft geen achterpootjes meer, maar zij is zo stoer om gewoon dan zelf wielen te regelen. Ook hier weer zie ik dat er een app is waar ik ook de bouwinstructies kan vinden. Deze werkbank die gebruikt Nova natuurlijk om voor Pickle eventueel de wielen te repareren als dat nodig is. Ik hou heel erg van de haarstukjes van Lego. Volgens mij zijn de nieuwe karakters ook de dochters en de zonen van de oudere karakters van de vorige 10 jaar aan Lego Friends. En we hopen natuurlijk dat de nieuwe karakters ook 10 jaar bij deze lijn Lego Friends mogen blijven. Het zijn ook allemaal stoere kleuren wel. Per stap zijn er ook weinig blokjes die toegevoegd worden, dus deze set is echt heel goed te volgen. Ik heb hier nou een stukje muur gemaakt en dat schuift hier over een gladde pleet. En dan wordt het bureau weer een stukje groter. Een slaapkamer is heel persoonlijk, dus daar ga je ook het karakter in terugzien van de figuren. Limegroen, geel, misschien dat het weer verf is. Autumn heeft een groeistoornis. Haar ene armpje is wat korter dan de andere. Ook weer hier in deze Lego sets is het gewoon heel mooi om te zien dat iedereen zich erin kan herkennen. Nova's slaapkamer is af. Echt hoeveel ze in zo'n klein oppervlaktetje hebben weten te proppen, daar ben ik wel echt van onder de indruk. Er is gewoon heel veel te zien. Je hebt natuurlijk die werkbank die we al zagen. Dan hebben we natuurlijk Pickle nog, die vrolijk rondloopt. Hier is een donut, hier hangt een skateboard. Een bakje met eten en drinken. Het bed kan omhoog. Jack heeft frisbee voor Pickle. Nou, die kan je netjes hier opbergen. Verder is hier Popcorn, de gekko van Lian. Het leuke hieraan is Lian en Autumn samen die gekko Popcorn aan het schilderen zijn. Ik heb echt het gevoel dat je de karakters leert kennen door het bouwen van deze set. De slaapkamer van Leo en Ollie. Volgens mij is dit de eerste set waarin alleen maar jongens zitten. Leo's kamer is een jongenskamer en daaraan kan je goed zien dat Lego Friends voor iedereen is geworden. Alia. En zo te zien hebben ze hier een soort slaapfeestje, pyjamafeestje. Alia's slaapkamer samen met Paisley vind ik echt fantastisch. Ze doen eigenlijk alle dingen die ik zelf ook tof vind. Slapen, films kijken. Maar ook zelf verhalen verzinnen. En ik zie hier waar Paisley woont en waar Alia woont. Inderdaad zeg, ze zijn bij het huis van Alia. Ik zie hier Leo. Hij staat hier helemaal aan het begin. En hij moet naar daar toe. Leuk detail. Nou, we maken nu de krabpaal van de kat. Pak hem dan, pak hem dan. Het is duidelijk dat ze heel erg houden van sprookjes, verhalen, films. Hij is af. Twee meiden natuurlijk, beste vriendinnen. Ook deze slaapkamer zit boordevol details. Je ziet ook weer de persoonlijkheden terug. Leo, hier in Bakkers tenue, die staat achter een soort keukentje. En Ollie, die maakt video's van Leo. Wat ik al op de doos zag, dat uittrekbed om te kunnen logeren. Nou, dat werkt gewoon super. Dat is echt heel leuk bedacht. Dit is een film. En wat is een film zonder popcorn? Ik heb hier zelfs gezien dat er een pen bij zit. Dus het is wel heel duidelijk dat deze meiden houden van schrijven. Verder zijn Leo en Ollie sportieve maatjes. Want je ziet ook van alles in de kamer wat sportief is. Hele tof set. Een jongenskamer in de Lego Friends line. Ik ben benieuwd wat voor avonturen deze twee nog meer gaan beleven.